Een jeukende hoofdhuid, schilfertjes, we hebben er allemaal ooit al eens mee te kampen gehad. Hoe pak je dat aan? Het antwoord is met de juiste hoofdhuidverzorging. Jarenlang werd er bij haarverzorging enkel gefocust op haarlokken met ingrediënten die het haar lieten glanzen. De laatste jaren zien we de trend dat er meer focus ligt op hoofdhuidverzorging. Hoofdhuidverzorging is eigenlijk haarverzorging, want gezonde haren starten bij een gezonde hoofdhuid. Meer nog, de huid op je hoofd vraagt evenzeer verzorging als de huid op je gelaat. We noemen het skinification of hair. Jeuk en roos zijn het gevolg van een verstoorde barrièrefunctie en een verstoord microbioom van de hoofdhuid. Oorzaken zijn divers, maar kunnen onder andere door te veel zon, haarstylers, haarkleuring. De oplossing voor dit probleem zit in het scalpserum. Het bevat het innovatieve actief Saniscalp uit de zaden van de passievrucht. Misschien een leuk wistje datje. Normaal worden de zaden van de passievrucht weggegooid. Maar ze blijken boordevol waardevolle stoffen te zitten. Nu gaan we ze hergebruiken. Upcyclen heet dat. Wat eerst afval was, heeft nu een tweede kans gekregen en is een innovatieve grondstof geworden. Een mooie, duurzame stap, zeg maar. Wat doet Saniscalp? Het verzacht de rode en geïrriteerde hoofdhuid. Het beschermt de hoofdhuid tegen hitte van hairstylers, maar ook van haarverf en kan dus goed gebruikt worden als voorbehandeling bij het haarkleuren, maar het gaat de huid ook kalmeren na het verven. Het brengt je microbioom van je hoofdhuid weer in balans en het vermindert roos zichtbaar al na 28 dagen. Daarboven wordt de hoofdhuid goed gehydrateerd. Zo wordt je hoofdhuid weer jeuk- en roosvrij. Klaar met roos? Probeer het scalpserum van Mylène nu zelf.